Ja, ik ook. Het is hier toch zo gezellig voor te zitten met vrienden, hè, als het zo mooi weer is. Ja, ja, het is wel gezellig als je zo voor te chillen en zo wat buiten eten op het gras en zo. Met de vogeltjes. Mooi uitzicht. De zomer natuur. Kun je hier nog picknicken ook. De vrienden buiten zitten op het gras. En zo wat met de kunst en die lintjes en zo. In het park. Ja. Is dat het, hè? En heel veel mooie planten en bloemen. Ja. Ja, er worden hier ook aan muzikale talenten gewerkt op de ledenbank. In de gang staat er bijvoorbeeld een piano. En Lennart die zit hier iedere dag te oefenen achter de piano. En ja, dat is leuk voor iedereen. Hè. Vrienden zijn niet ver weg. Ja, dat is heel keuze. Nee, moet je sowieso een poppetjes goed zijn. Hij weet niet veel wat er is. Oh nee! Lekker eten, lekker eten! Zoals u kunt zien, de leerkrachten zijn hier heel behulpzaam. Ze staan altijd klaar om u te helpen. De werkman doet ook zijn werk. Ja, maak het stil, hè. We gaan vandaag een keer hebben over X en Y. Zijn kwartier te laat, man. Had u maar even voorzetten dat ik een beetje in het oog kan halen. Kom hier toe met een boekje, een kweeën wat. Ja, met Clara Kleinmans. Meneer, ik naast Albert zitten. Kom, Albert zit neer. We zijn allebei volwassen mensen. Je moet later ook les gaan geven. Dan ga je ook wel merken dat dat niet leuk is, hè, als je laat komt. Gelukkig gebeurt dat niet zo vaak. Hè. Ik weet dat. Schuld aan jullie. Het spijt me. Ik zijn eigen chromosomen. Die zijn eigenlijk opgedeeld in allemaal kleine stukjes. En die stukjes, dat gaan we eigenlijk genen noemen. En uit hoeveel kleine stukjes, meneer? Uit zeer veel kleine stukjes, jullie. Dat zijn de genen en daarop staat eigenlijk de informatie over wat, ja, over alles waar wij zijn opgebouwd. X-chromosomen komen vooral voor de vrouwen, want die zijn twee keer X-chromosomen. En die trappen maken toch je billen strakker. Kijk eens aan, een kunstwerk in de leerlingen, dat is niet alles. Oorzaken en bestrijding. Op. Ja. Maar jong. Ook al ben je ziek in de ledenhang, heeft zelfs boeken over migraine. In het leescentrum van de ledenhang heb je toch alles wat je zoekt. Allerlei soorten boeken. Altijd handig. Yeah.
Ja, voor mijn lesvoorbereiding. Nou, toch? Onze lesvoorbereidingen voor onze stage komen werken. Hier vinden we tal van handleidingen die het ons makkelijk maken een lesvoorbereiding te maken. Je gaat gewoon eerst achter een boek van jouw vak en je kan gewoon naar de pc gaan, inloggen met je eigen account en gewoon eraan werken. Op alle tijden van de dag kunnen we naar het leercentrum komen, boeken halen, computerwerken, scannen, printen, magazines lezen, het is er allemaal. Als iets niet duidelijk is, kan je ook altijd hulp vragen en feedback. Hoe moeten we dat hier doen? Heb je een leuke instap voor mijn lesvoorbereiding over verzekeringen van personen? Misschien kan je iemand van de bank zelf laten komen? Ja, dat is een goed idee. Dat ga ik doen. Ja, ja, leuk. Papa, mama en Bart zitten al aan het ontbijt als Guusje de kamer binnenkomt. Goedemorgen, wat ben je laat, zegt mama. Had je zoveel tijd nodig om je aan te kijken? Ze haalt ineens haar aan. Hier, Guusje, zegt ze dan. Jawel, mama, antwoordt Guusje. Bart kijkt van zijn bord en schiet in de lach. Wat is er nou, vraagt Guusje boos. Het vriest buiten, hij heeft een zomeruur aan, zegt mama. Gratwit, hè? Heb je een hongertje? Voor hen zit een grote keuze aan eten en zeer scherpe prijs. Een ruime keuze. En geen grote keuze. Een ruime keuze. Allee, ja, dat werkt niet. Zelfs tijdens de blok denkt Gohend aan zijn studenten. Met deze muts, als je tijdens de blok een foto trekt en je stuurt hem op naar de studentenraad van Hogeschool Gent, kan je mega leuke prijzen gaan. Van de reizen tot foto's, ik bedoel tot gsm-apparatuur, allemaal met deze gratis leuke muts van Hogeschool Gent. Waar heb je nu even met? De ledigang heeft nog een paar verborgen plaatjes.